Hallo, dag liefste schorpioen, welgekomen. Mijn naam is Gail en ik ga vandaag een lezing voor jullie doen met betrekking tot de ganse maand januari en kijken welke energieën wij daaruit krijgen. Ik ben altijd heel graag mijn lezingen met wat astrologische achtergronden die van toepassing voor jullie kunnen zijn. En daarna ga ik over naar de tarotlezing zelf. Mijn lezingen zijn goed zowel voor schorpioen in zonteken en in ascendant. Nu, liefste schorpioen. Het is een hele belangrijke maand, omdat we met één grote belangrijke transit zitten. De eerste keer terug, eigenlijk, het is 248 jaar geleden, voordat deze transit gebeurd is. Dus ik wil er toch wel even tijd voor nemen en erover spreken met jullie. Twee belangrijke transits in het algemeen. De eerste dat je moet weten, de planeet Mercurius. Planeet van communicatie is rechtstreeks gegaan, terug op zijn pad. Vanaf de 2e januari. Wij zitten altijd nog zo wat in die schaduwzijde, de eerste week, de eerste 2 weken. Maar dan zul je zien dat alles terug begint meer positief te verlopen met betrekking tot communicatie. Dat is nummer 1. Maar nummer 2, zoals ik al aangaf, we hebben de planeet Pluto. Planeet Pluto is een dwergplaneet, maar dat is een planeet met immens veel kracht en willpower. Die transit is van het huis van Steenbok, komt hij in het huis, of ik zal maar zeggen het sterreteken van Waterman. Dat is een enorm belangrijke transit die heel veel globale shifts zal teweegbrengen, maar ook in ons persoonlijk leven. Ja. Nu, ik heb eens gekeken voor jou, in welke huizen en hoe dat energetisch voor jou van belang kan zijn. En dan zien wij dat Mercurius samen met de planeet Venus en de planeet Mars van actie ondernemen in jouw tweede huis komen. Dus wat wil dat zeggen voor jou? Jouw tweede huis is jouw huis van financiën. Daar zien wij dan de eerste 2 weken dat traag maar gestaag alles begint vooruit te gaan. Maar ik denk vanaf ongeveer de 11e, want dan hebben we ook een nieuwe maan, dan zul je zien dat er meer actie begint te komen. In jouw tweede huis, ik zie daardoor nieuwe businesszaken, nieuwe financiële zaken, dus over de businesszijde van je leven, zullen naar de bovenvlakte komen. Het zal ook een hele goede tijd zijn voor jou om vanaf nu te beginnen actie ondernemen. Nieuwe zaken met betrekking tot jouw werk, nieuwe zaken dat jij wenst te lanceren. Het heeft ook te maken met zelfstandig worden, eventueel, indien jij dat wenst. Of eventueel voor bepaalde mensen een tweede job erbij nemen, in bijberoepen bijvoorbeeld. Ik zie ook omdat Venus in dat tweede huis staat, zal het goed zijn om eventueel te onderhandelen over bepaalde zaken, naar contracten eventueel. Maar het heeft alles met betrekking tot zaken doen en uw financiële aspect. Dus wat jij nu wenst binnen te brengen, zijn hele goede, hele mooie momenten en energieën om daar een stapje verder in te gaan. Wij zien vanaf de 5e januari dat Mars in jouw derde huis staat. De 11e januari komt er een nieuwe maan in jouw derde huis. En de 14e januari komt Mercurius ook in jouw derde huis. Dus het is eigenlijk een cluster van planeten die allemaal in jouw derde huis staan. Jouw derde huis is het huis van sociale connecties, ook sociale media, is het huis van communicatie, is het huis van iets leren, is ook het huis van lesgeven, is ook het huis van schrijven. Dus er komt daar heel veel zaken onder dat derde huis. Dat is een breed huis, zoals we dat zeggen. Voor iedereen zal dat iets anders zijn, hè? Want het is nog altijd een algemene legging. Maar wat wil dat zeggen? Als Mars, de nieuwe maan en Mercurius in dit derde huis van jou onder andere komen, dat het echt dat huis wordt geactiveerd. Dus al die zaken zullen in jouw leven geactiveerd worden. Dus ik kan je daardoor meegeven dat het een hele goede maand is, dus echt expliciet om nieuwe zaken te activeren, om meer te leren, maar ook om nieuwe mensen te leren kennen, door nieuwe zaken te leren. Ook een goede periode om korte trips eventueel te maken. Door korte trips te maken kun je ook nieuwe mensen leren, die jou verder op jouw pad zullen duwen, om verder iets te leren. Ook een heel goede periode, schorpioen, om zaken van het verleden op te lossen. Zijn er nog bepaalde haakjes die hangen van het verleden die niet opgelost zijn? Dan kan je dat tijdens deze transit, nu deze maand, echt wel gaan oplossen. Onder ogen kijken en dan ook oplossen. Maar allemaal met kracht. Hè. Venus zal je echt wel helpen om heel gebalanceerd mooi te communiceren. Op de 21ste januari
Je mag ook altijd die datums opschrijven. Dan zien wij dat de zon in jouw vierde huis komt. De zon zal licht schijnen dan op jouw familie. Je vierde huis is jouw huis van jouw thuis, letterlijk. Maar ook van jouw familie, van jouw dichte familie of je gekozen familie. Dus dat zal een goede periode zijn om meer tijd met je familie te spenderen. Maar ook eventueel om wat licht te schijnen op jouw interieur zelfs. Maar op jouw thuisbasis. Dan wat meer onder ogen nemen, bepaalde zaken heropfrissen eventueel in jouw thuis. Maar ook je connecties met je familie heropfrissen. Of met jouw dichten. De mensen die je ziet als jouw familie. Ik zie dan ook de 24e hebben we Venus, komt naar jouw derde huis ook. Dus vandaar ook dat ik zeg, het wordt een tijd voor meer gebalanceerde connecties te hebben met derden. Met zachtere, lieve woorden spreken, eventueel ook een goede periode om eens een berichtje naar iemand te sturen dat je al lang geen connectie meer gehad hebt. Maar dan op een zachte, lieve manier. Echt wel om je licht naar buiten te schijnen. Een zeer mooie periode daarvoor. We hebben ook nog op de 20e die grote shift van Pluto die in jouw vierde huis komt. Liefste schorpioen, dit blijft daar voor de volgende 20 jaar staan. Dus het is een zeer belangrijke periode voor jou, voor elk van ons. Maar elk van ons zal dat ons een ander huis zullen belichten. Bij jou, jouw vierde huis. Dat is terug jouw huis van familie, van jouw thuis. Dus het toont voor mij dat je enorm veel kracht zal krijgen. En ook een hele mooie kans om stabiliteit te creëren en te bereiken. En te kijken van waar jij komt. Lessen te trekken uit pijnlijke situaties, eventueel van het verleden, en dan die los te laten. Eventueel ook familiale patronen dat je opgenomen hebt, onbewust, om die eens te analyseren, te herbekijken en los te laten, zodanig dat jij authentiek kunt zijn in wie dat jij bent en volledig in jouw eigen kracht kan komen, jouw eigen zelf voorop kunt zetten. Een hele belangrijke periode om echt in jouw eigen kracht te komen. Authenticiteit is het woord bij jou die naar voren schiet. We hebben ook de 25e hebben we een volle maan. En een volle maan is in jouw tiende huis. Dus dat zal een licht eerder schijnen op wat jij geleerd hebt. Met betrekking tot derden. Zodanig dat je dit kan delen met andere mensen. Eventueel ook lesgeven. Het kan echt wel zijn, liefste schorpioen, dat jij gewoon van carrière verandert. Het kan zijn dat je wilt veranderen hoe dat je wilt gezien worden. Hoe dat jij je presenteert naar de buitenwereld. En ik ben zeker dat er een kracht in jou zal bovenkomen dat je niet wist dat je had. Een hele belangrijke, krachtige periode, waarom ook de planeet Pluto, waarover ik sprak, die krachtigste transit van de volgende 20 jaar. Pluto is een van jouw heersende planeten. Dus jij zal dat bij uitstek enorm voelen. Jij zal meer authentiek zijn en meer in jouw eigen kracht staan. Met betrekking tot alles van jouw leven. Dus ik zie daar een hele grote transformatie en een enorme belangrijke shift die teweeg komt. Maar door bepaalde zaken van het verleden ook los te laten. Kijk, dat zijn mijn belangrijkste boodschappen op astrologisch vlak. Ik ga heel graag over naar de lezing zelf, liefste schorpioen. Iets kort nog over mijzelf. Ik ben tweetalig. Ik ben zowel Engels als Vlaamstalig. Dus tijdens mijn lezingen connecteer ik altijd in het Engels. Dus je zult mijn Engels horen spreken. Maar ik zal direct alles vertalen voor jullie indien nodig. Ook mijn kaarten zijn Engelstalige kaarten. Maar ook die vertaal ik direct als het nodig is. Dat gezegd zijnde, ik begin altijd mijn lezingen met een paar orakelkaarten. Die leggen een heel mooi de basis van de lezing. En daarna ga ik over naar de tarot zelf. Goed, we zullen eraan beginnen. Here we go. Show me what we need to know, please. For January, general messages for Scorpio, please. Any general messages for the sign of Scorpio for the month of January, please? Anything you want to share? Thank you. Anything you want to share, please? Anything more? Anything? Nope. Okay, goed. Okay, mooi. Ik heb hier onderaan de dek Illumination. Deze kaart toont aan zaken die niet duidelijk zijn voor jou, zullen tijdens deze periode duidelijk worden. En zeker omdat hij onderaan de dek ligt, dat zijn altijd de schaduwzijden waar dat je niks van weet. Dus er zijn zaken waarvan echt wel een bepaalde veil
zal opgeholpen worden en jij duidelijk en klaar een zicht krijgt. En dat zal misschien ook te maken hebben met jouw carrière-doelen. Ik heb de kaart van fulfillment. Dus weet dat er een heel mooie tijd voor jou teweeg komt waarin dat jij zeer voldaan zult voelen. Dat jij alles zult kunnen verwezenlijken waar dat jij je zinnen op zet. En dat jij echt wel die kracht zult krijgen. En ik heb hier ook wel de pleasure kaart. Nu, pleasure kaart is voor mij het vijfde huis die geactiveerd wordt. Ik zou zeggen, maak ook wel plezier. En door je plezier te hebben, door plezier te hebben in zaken, kun jij andere zaken gaan activeren. Die twee kaarten voor mij tonen dat jij, waar dat jij je zinnen op zet, dat je dat met plezier zult doen. Dus alles wat jij met plezier doet, zal jou voltooiing en voldoening geven, liefste schorpioen. Mooie warme energie ook, hè? Okay, show me what we need to know, please, for January, for Scorpio. Any general messages, please? Any general messages, please, for Scorpio? Thank you. Okay, ik heb twee kaarten. Oh, kijk eens aan. Prachtige kaarten. En onderaan de deck heb ik de Wizard of Awareness. Oh, dat toont echt wel aan dat jij zeer, 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 niet enkel wijs zal worden, maar dat jij echt wel gaat fine-tunen. Dat jij jouw zesde zintuig ook meer zult gebruiken. En dat je daardoor heel, echt wel fijner wordt in alles oppikken. Energieën ook rond jou en waar dat je heen moet gaan. Ik heb één, education voor jou. Dus zeer duidelijk dat jij een nieuw pad inslaat waar dat jij meer zult leren. Ik denk wel dat nog in zijn beginschoenen nu zit, maar jij bent verder aan het gaan. Hè? Waarom zeg ik beginschoenen? Want ik zie hier een reiger of een ooievaar staan, zoals dat je wilt. Maar dat toont voor mij aan dat je iets nieuws aan het leren bent. Het is 3 en 5 is ook nummer 8. Nummer 8 staat voor succes voor mij. Dus nummer 8 is ook je achtste huis en is ook het huis van transformatie. En wat krijg ik daar dan nog eens bij? Metamorfose, het woord zelf, transformatie. Dus de rups wordt de vlinder. Jij bent volledig aan het transformeren door nieuwe zaken te leren. Nieuwe zaken die jou plezier zullen geven in het leven. Meer rijkdom zullen geven. Meer tijd om plezier te maken. En waardoor dat jij je echt een voldoening krijgt. Dat je echt een voldoening krijgt wat dat jouw doel is hier in het leven. Mooie, mooie, mooie energieën. Hoppo. Oké, ik ga nog één kaart van Moonology deck trekken. Anything we need to know, please, for January? For my lovely Scorpios, anything we need to know? Anything you want to share, please, for January, for Scorpio? Thank you. Hoho, kijk eens. 1. Ik heb Confidence is your key to success. Dat is de Leeuwkaart. Dat is een nieuwe maan in Leeuw. Leeuw is het teken bij uitstek die heel confident is, zelfzeker is. Die zijn manen laat tonen. Dus waar je heen wilt gaan, heb maar zelfvertrouwen in jezelf. Jij kan daar geraken. Heb zelfvertrouwen in alles wat jij doet, zelfs schorpioen. Ik heb hier onderaan de deck ook Full Moon in Aquarius. Dit komt eraan in februari, de volle maan. Kan zelfs zijn vanaf dan. Show the world the real you. Dus deze kaart vraagt echt aan jou om jouw echte, authentieke jou, zoals ik al over gesproken heb, om die te tonen aan de wereld, aan iedereen. Steek jezelf niet weg wie jij bent. En kijk ook eens wie jij authentiek bent. Hè. Ga dat eens na, ook in de stappen van het verleden, zelf naar... Goh, ik heb onlangs ook nog eens gekeken naar mijn voorouders. Mijn opa heeft ooit eens een volledige chart gemaakt van waar wij komen. Wij zijn Engelstalig. En dan zag ik in dat wij tot aan de Battle van Hastings bijvoorbeeld komen. En dan de uitleg van mijn achternaam. En zo weten zo bepaalde trajecten van waar jij komt. En dit geeft soms God, een bepaald beeld voor jezelf mee. En geeft je een bepaalde kracht ook mee. Dus ik noem maar iets op. Hè. Maar ik zie hier wel dat jij echt wel de echte wereld moet tonen. De wereld moet tonen wie jij echt bent. Die authentieke jij. Heel mooie, interessante energie om mee te beginnen. Goed. We gaan over naar de tarot zelf. Ik neem algemeen een paar kaarten. Ik toon ze aan jullie en dan verklaar ik ze met een tweede deck. Here we go. Show me what we need to know, please, for January. My lovely Scorpios. Thank you.
anything. Thank you. Yeah, show me anything, please, we need to know for January for Scorpio, please. Thank you. Okay. Anything else, please, you have? Anything else you want to share for Scorpio, please? Anything else? One last card, please. One last card for Scorpio. Any advice for January? Thank you. Okay, okay. Whoa. Okay. Interessante lezing nu al hoor. Ik heb 1. Two of Wands. Jij die aan het plannen bent. Jij die plannen maakt, eventueel korte trip. Algemeen, dat is de eerste betekenis van die kaart. Maar dat toont mij ook aan dat jij met nieuwe energie aan het plannen bent voor een volgende fase in je leven zelfs in te gaan. Oké? Okay? Dat is de algemene betekenis van die kaart. Ik zal er nu nog niet te lang bij stilstaan, want ik ga ze nog verklaren. Tweede kaart. Jouw kaart. Schorpioenkaart. Plutokaart. Dood en transformatie. Einde van een hoofdstuk en nieuwe jij die opstaat. Dat is de rebirth kaart, de hergeboren kaart, de authentieke jij die opstaat. Het verleden laat jij achter jou en jij schijnt uit wie jij nu bent. Ja? Prachtige kaart om dat zelf te trekken. Seven of Pentacles. Dat is iemand die een klein beetje ongeduldig is. Dat zal ik er gewoon bij zeggen. Maar jij blijft verder werken aan wat jij je zinnen al opgezet hebt. Jij blijft dat plantje water geven. Je ziet hier een plantje met wortels in de bodem. Je ziet hier overal pentacles aan hangen. Ja, pentacles is money. En je ziet die persoon zo erboven hangen, beschermen. Zodanig dat de bloemen of de blaadjes eraan komen. Dus dat toont voor mij aan waar dat jij aan het werken bent, dat jij niet opgeeft. Ja. Jij blijft werken aan jouw craft, zeggen we in het Engels. Aan waar dat jij je zinnen op gezet hebt. Dus vergeet dat ook niet. Geef ook nooit niet op. Ik heb hier wel in het midden van de lezing heb ik een soort van een broken heart. Three of Swords trek ik. Heb jij bepaalde zaken van het verleden waardoor ja, jij wat pijn hebt gehad in het hart? Een break-up, maar algemeen. Mensen die je onrecht aangedaan hebben, waardoor... Het blijft nog altijd een mentale kaart, hein, want het is een swords kaart. Mensen vergeten dat soms. Dus het is letterlijk pijn in het hoofd, iets dat je niet kunt loslaten. Deze kaart gaat aan jou vragen om die zaken los te laten. Om die zaken te heranalyseren en los te laten. Dat had ik ook astrologisch al meegegeven. Maar, liefste schorpioen, ik heb daarnaast... De mooiste, klaarste kaart van het volledige dek. Je hebt de zon getrokken. Een volledig nieuw pad ligt voor jou. Wat een mooie kaart is dit, niet? En dat is een van mijn schoonste dekken ook. Dat is de Lightseers Tarot. Daar heb je, dat is echt een pracht van een kaart. Het is ook, kijk, hè, onderaan zie je 19, 1 en 9. 1 en 9 is 10. 10 herleidt tot 1 is terug een nieuw pad die klaar staat voor jou. Dus het licht schijnt letterlijk op jou. Dus waar jij je zinnen op gezet hebt, het licht schijnt op jou. Het staat een nieuw pad volledig klaar voor jou. Een nieuw pad dat jij zult kunnen vieren. Want dit is een kaart van jubileren, van celebration, van samenkomen. Samenkomen met je familie, met je vrienden. Maar echt een tijd waarin dat jij je goed zal voelen. Waarin dat jij ook naar buiten wenst te komen. En jezelf te tonen. En te vieren tot waar dat jij al geraakt bent in het leven. En dan heb ik voor advies, heb ik de Magician. Nu, dat is een waterwandkaart, maar je kon niet beter trekken. Want deze kaart geeft als advies aan jou dat je moet geloven in jezelf. Dat je kan manifesteren, dat is de manifesteringskaart. Dat je kan manifesteren wat jij wil. Jij hebt alles in huis om te manifesteren wat jij wil. Dus je moet zeker niet twijfelen aan jezelf. Mooi. Als dat niet mooi is... Oké, okay, we gaan ze verklaren. Show me what the Two of Wands is doing here, please. Clarify that Two of Wands, please. Clarify the Two of Wands. Thank you. Knight of Pentacles. Traag maar gestaag vooruit gaan. Traag maar gestaag plannen. Heb ik hier ook met de Seven of Pentacles. Niet opgeven. Rome is niet in één dag gebouwd, zeg ik altijd. Dat zijn die kaarten die dit bedoelen ook. Traag maar gestaag vooruit gaan. Hard werk zal echt wel beloond worden. Vergeet dit niet. Ik zie hier ook, het is een pentacle kaart, hè, dat de financiële groei ook zal komen. Kan ook te maken hebben met investeringen. Dus de Two of Wands, hè, dat is plannen om eventueel nieuwe investeringen te maken. Nieuwe richting uit te gaan. Nieuwe zaken te doen. Iets nieuws op poten te zetten.
nieuwe routine maken. Maar de belangrijkste boodschap is: hard werk zal beloond worden. Oké, de death card, please. Clarify. Thank you. Ha. Ja, ik heb de Three of Cups. Dus ja, jij zal echt wel, dit nieuwe begin zal echt bejubeld worden. Ik voelde het hier al op het einde van de kaarten. Dus ik heb de Three of Cups. En dat ligt op de doodkaart. Op de doodkaart, de Three of Cups. Ja, dit nieuwe begin, die transformatie die jij meemaakt, zal zoveel plezier voor jou binnenbrengen. Want het ligt ook onder de plezierkaart. Jij zal zoveel plezier hebben in jouw leven. De volgende 20 jaar, ik zeg het, dat jij een transformatie meemaakt. Metamorfose heb ik hier ook. Ja, ik heb niet gewoon... Ik heb zelfs niet genoeg woorden om het mee te geven. Show me that Seven of Pentacles, please. Ja, Seven of Pentacles ligt onder de kaart van education, van leren. Dus het toont naar mij aan. Eight of Cups is het verleden achter jou laten. Gelijk welke zaken eventueel die jou wat pijn gedaan hebben. Of zelfs op financieel vlak zaken die niet goed gelopen zijn. Oké, dat gebeurt. Laat ze achter je. Jij blijft vooruit gaan. Want het blijft op die Seven of Pentacles liggen. Waar dat jij dat plantje, herinner je nog dat jij dat plantje belicht. En dat jij zorgt voor dat plantje en dat jij niet opgeeft. Ja? En dan heb je de Eight of Cups daarop. Dus de Eight of Cups toont aan dat jij zelfs weggaat van bepaalde zaken die niet meer voor jou zijn. En dat jij blijft gaan en blijft werken aan jouw vooropgestelde doel. Je geeft niet op. Want de Eight of Cups, zij of jij, is op weg naar die negende beker. En die negende beker, Nine of Cups, is een wensvervulling. Dus jij bent echt, die wens dat jij wil laten tot ontplooiing komen, op financieel gebied, komt eraan. Gewoon niet opgeven. Hè? En blijf leren, want het ligt onder de education kaart. Dus traag maar gestaag, blijf leren. Don't give up. Oké, Three of Swords, please. Clarify the Three of Swords. Ja, oké. Dat is weer duidelijk. Hè? Je hebt de Eight of Swords erop liggen. Eight of Swords. Dat is in je hoofd zitten, negatieve gedachten. Ja, dat is een beetje slachtoffermentaliteit, noem ik het helaas. Als jij die... Het ligt op die kaart van gebroken harten. Dus als je dit hebt, zou ik echt wel zo snel mogelijk aanmanen om deze zaken te kunnen loslaten. Als jij blijft malen over iets in jouw hoofd, over het verleden, kan jij niet vooruit geraken en kan je jouw energie niet juist plaatsen. Dus het is zo uberbelangrijk dat je zaken achter je laat. Het kan zijn dat je wat alleen voelt momenteel, per momenten ook. Ook daar zul jij je metamorfose in maken en zal jij jouw eigen moeten voorop zetten. Ja, het is loslaten. Hè? Ik kan niet meer zeggen daarover, hoor. Had ik dat bij Leeuw ook niet? Zelfde energie, ik ben nu net aan het denken. Komt zo'n beetje, dit middelste stuk komt overeen met Leo. Ik ga nog eens zeggen, omdat ik nu net aan Leo denk. Confidence is your key to success.